Hallo allemaal, ik ben Tom Franke. Ik studeer toegepaste architectuur aan de Thomas More en ik zit momenteel in mijn tweede jaar. Mijn lievelingsplek bij de campus van Lucas Verderve is atelier 1. Daar heb je een kelder. En in die kelder kun je gewoon rustig zitten, of alleen of met je groepje. En dan kun je goed aan je project gaan werken. En dat vind ik juist het fijne van die plek. In atelier 1 hebben we altijd projectatelier. Dat is ook mijn lievelingsvak, want alle theorie die we krijgen, die kan ik toepassen tijdens atelier. Dus dat vind ik wel leuk bij Thomas More, dat je alle theorie die je krijgt, die ga je ook toepassen in je project. Een eigenschap dat iemand moet hebben die toegepaste architectuur studeert, is iemand die er plezier in heeft. Want het is een redelijk pittige opleiding. Als je er natuurlijk geen plezier in hebt, dan is het lastig. Ook is het fijn als je er voor de volle 100% zeker voor gaat. Want soms is het toch wel echt pittig. Ik zit nu in mijn studeerkamer, waar ik veel aan school werk. Want het is ook vaak nodig om thuis aan school te werken. In de avonden soms, overdag vaak en soms in het weekend. Dus het kan altijd variëren, ligt er net aan hoe druk het is.